Santoys is dus eigenlijk gespecialiseerd in het namaken van hardware. Dus heel veel effecten zijn gebaseerd op hardware-effecten. En een daarvan, Crystallizer, is een speciale echo. Een echo die omhoog en omlaag stemt. Dus niet een gewone echo, maar een echo die noten. Ik zal hem eerst even bypassen. Dus eerst het gewone geluid serum met een standaard basic zaagtand. De standaard default patch. En dan hoor je dat die echo's die worden eigenlijk in stukjes gesneden. Splices ook wel. Een belangrijke knop voor echo is de mixknop. Dry is geen effect. Wet is 100% alleen maar het effect. En een mix daartussen. En deze gebruik ik om speciaal vaak wat ik doe is bijvoorbeeld een octaaf hoger, 1200 cents. Hoor je telkens octaven omhoog of omlaag. Heel uitgebreid, MIDI sync, dus geklokt aan het tempo. Er zit vaak een tweak-knop op de plugins met extra opties om bijvoorbeeld het geluid te filteren van de echo's. Als je het geluid harder instuurt, krijg je wat vervorming erbij en dat kan je weer balanceren met de output om de output terug te draaien. Soundtoys heeft een aantal presets meegeleverd en zijn erg goed. Goed gecategoriseerd en heel muzikaal. Je krijgt een bepaald ritme en verschillende toonhoogtes. Recycle is het herintroduceren van een echo. Dus je krijgt een echo die wordt omhoog gestemd. Nog een echo die wordt nog hoger gestemd. Nog een echo die wordt nog hoger gestemd. Dus dat is wat je hoort klimmen. Crystallize is echt zo'n special effect wat ik niet heel veel gebruik. Maar als ik iets bijzonders wil doen met een echo en een normale echo kan dat niet. Dan gebruik ik Crystallizer. De volgende.